En leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe Fantasialand-vlog. Hou je vast, deze bocht is heel scherp. Quincy, hou je wel. Nu rijden bussen voor je. Quincy van de bussen en... Treinen en bussen. Wat goed zeg. Mensen, we gaan langs Fly. Kijk, we gaan het even laten zien. Hier is het. Ja, kunt u wat zien? Ik zie allemaal onderdelen. Kijk, jongens, omhoog. Nou, live baandelen. Zo, je kan het echt goed zien. Dat is serieus. Oh, er hangt iets in de lucht. Een deur. Er hangt iets in de lucht. Kijk nou. Het wordt live aangewerkt. Dit is fucking vet. Aan de lounge wordt er gewerkt. Echt? Kijk, dat is de lounge. We moeten kijken. Er gaat dus een lounge omhoog. Zie je dat? Echt? Heel bizar. Oh ja, oh mijn god. Ze zijn net aan het, hoe noem je dat? Oh my god, mensen. Er zijn heel veel schoolreisjes. Oh, wat een drukte. Maar goed, mensen. We zijn dus weer in Fantasialand. Ik weet dat heel veel mensen van jullie de afgelopen tijd hebben gevraagd. Wanneer komt er weer een Fantasialand vlog? Nou, nu. Want nu is Fantasialand weer open. Alleen kunnen we nergens in. Want we dachten, we gaan slim zijn. We gaan op een maandag, weet je, een doordeweekse maandag. Blijkt het dat Duitsland vandaag vakantie heeft. Toevallig paasvakantie. Leuk. Wij gaan altijd, wanneer er ook maar iets, zeg maar, of we gaan op een nationale... De vrije dag voor vrije heel, dag, heel Duitsland, weet je wel. Dat is echt zo waar. En dan zou je denken, is dat het? Nee. Rij je ook nog van die Nederlandse schoolbussen? Top, Erwin, je bent hier gewoon in Fantasialand met je Efteling abonnement. Ja. En je bent hier gratis binnen aan het komen zonder kassa. Nou. Die is grappig. Ja. Mep. Oh, dat is een teken van, nou, het valt wel mee. Het kon erger. Ja, maar dat is niet vaak als het is. Ja. Tierpas, gaan we nu in. Ja. De wachttijden vallen echt hoog mee. We kunnen ook naar Winterswere Force, maar een kwartier. Ja. Maar ik had Tierpas 5 minuten. Ik heb er nog 60. Hè? Tierpas nog 5 minuten. Oh, dan doen we Tierpas. Ja, Tierpas. Zijn we meteen ja, al... Ja, we gaan de Tierpas. Gaan we gelijk natte dag beginnen. Erwin? Ja? Ik ga voor jou zitten. Voor mij? Ja. Oké, mooi, dan word ik niet nat. Nee. Maar we gaan ook achteruit, hè, Erwin? Oh, kut. Het is nog nat. Ik ga dus echt in het midden, want ik kan hier wel al het water in mijn schoenen. Erwin. Ja. Je bent nog nat van gisteren, hè? Ja, ik was nog nat van gisteren. Toen kregen we echt de grootste golf ever over onze hele boot. De hele boot was drijfnat. Ja. Zelfs hij. Ik dacht, ik zet mijn camera een keer uit. Ja, hier mag je niet filmen helaas op de Tierpas. Ik zeg Tierpas. Maar wat ik jullie heel graag wilde mededelen, is dat wat ik dus zo mooi vind, is dat ze hebben, kijk eens, alles netjes schoongemaakt. En dit is iets waar de Efteling echt van kan leren. Want kijk eens, alles netjes weer blauw. Dit hebben ze allemaal netjes gemaakt. En de Efteling laat de piranha gewoon, versloffen van wat het is, toch? Ja, dat wel, maar het is wel nat. Dan is het een half jaar... Het water is erg nat vandaag. Ja. Het is erg nat. Kijk, je zou je misschien afvragen, hoe vonden jullie Taron? We zijn helemaal niet in Taron geweest. We komen niet voor Taron. We gaan namelijk deze attractie. Dat is een cyclat-attractie, namelijk River Quest. We staan ervoor. Kijk eens even. Erwin. Ja. Ik bedoel, hij is hard. Ik heb er zo geen zin in. Ja, maar je moet Erwin. Ik ben net een beetje... ik ben net een beetje opgedroogd van gisteren van de piranha. En meteen weer alleen maar in water. Alleen maar waterattracties. Eerst de chapas. Zijknat. Nu. Ja, we zijn er nog op. Zaak voor niks te lullen. Nee, nu staan we nog op. Die River Quest. Nat, jongen. Viel wel mee. Mensen, we gaan in deze.
En ze zeggen tegen mij, ja, loop eens even door. Ik zeg, ja, wat nou doorlopen? Ik wil het gewoon eventjes bijtanken. Ja? Nee, even bijtanken, Quincy. Veel belangrijker. Oh, dit is zo erg met de scan. Oh, Erwin, wat is dit eng. We zijn in een spookhuis beland. Er zit een scare actor. Er zit een scare actor. Nou, zullen we even dus gewoon langs lopen alsof ja, wij zijn... Nou, die zijn dus wel bang, Erwin. Ja, dit is echt oprecht. Oeh, oh, er staat iemand. Kijk wat eng. Die stond er nooit. Oh, this is so fucking cool. Oh my god. Dat is echt eng, hè, dit. Nou, het lijkt echt op een animatronic. Ja. Ja, alsof het lijkt alsof het een animatronic is. Waar is Erwin heen? Oh, oh zo! Wat zie je eruit, Quincy? Mensen, we gaan in de... Hoe heet je? Mystery Quincy, ze hebben een nieuw poppetje. Ja, Sneak. De snack hebben ze hier. Die snack heb ik nog nooit eerder gezien. Die is ook, volgens mij is die nieuw. Hij is nieuw. En nou, dat is dus eigenlijk het poppetje van het gedeelte Mystery en Taron en zo. Nou, ook weer met het poppetje op de foto. Vond je het leuk, Erwin? Ja, dat is heel leuk. Vond je ook de mystery dingen leuk? De foto's waren heel leuk. En de rest ook? De mystery was ook heel leuk. Ja, hè? Zo echt onverwachts. Ik ben meteen over mijn hoogtevrees. Nee, maar hij was echt onverwachts, jongen. Ik dacht, hij was een klein voorstootje. Ja, hij kwam heel snel, ja. Ik had laatst keer dat zo'n man ging praten. Zo, bie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 b
al op de wachtrij. Ja mensen, en als je denkt, het is rustig vandaag, nee. Vol met pretpark schoolreisjes en ze komen allemaal uit Limburg. En hoe hoor je dat als ze uit Limburg komen? Nou, dat is allemaal een beetje zoals mee praten. Beetje Limburg. Ik wil toch nog even wat zeggen. Ik denk dat heel... altijd met een vraagteken. Oh, de zinnen eindigen altijd met een vraagteken in Limburg. Maar Kevin, ik wil even wat zeggen. Blijf het even zitten. Oh, ja. Ik denk namelijk dat dit echt een shot is wat heel veel mensen graag willen zien. Ja, is goed, Erwin. Het wordt drukker in het park. Zo, niet zo dichtbij hoor. Jawel. Het is daarom is 60 nog steeds. Nog steeds 60, dat vind ik wel erg lang wachten, moet ik zeggen. Al is het wel waard, maar toch, het is lang wachten. River Quest 10, Black Bamba, ook 60 minuten. Talok Kan 20, dat kunnen we wel doen. Nee, we gaan in. Ik vind 20 euro ook 20 euro. Ik vind 20 minuten ook echt te lang. 20 euro. Gaan we in Colorado? Colorado en daarna Tikal. Ja, en 35 minuten Winchester Force, ook te lang. Maar ja jongens, ik heb mijn voordringpas, dus ik kan drie keer voorkruipen vandaag. Dan mogen jullie lekker wachten. Hey Quincy, wil jij toevallig vandaag in Venue Palace? Ja, vanaf 5 uur ga ik erin. Vanaf 5 uur. Nee, maar als jij nou in Venue Palace gaat, dan ga ik even voorkruipen bij je... Oh, dit ding weer. Oh, dat is ook een poppetje. Waarom is al zo lang? Hè? Hallo. 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 Hallo vrouw. Als ik nou met jou meedraai met de bus, mag ik dan gratis? Nee, helaas niet. Mag ik ook helaas niet permitteren. Nee, de camera uit. Ja, mag winkels en een pretpark hebben, maar geen geld. Een pretpark. Je pretpark. Erwin. Met 30 man personeel. Maar ik vind de schommel in de achtertuin niet echt een pretpark. Heb je weer een nieuwe vraag voor de kippenwee van de Tovenon stickers? Ja, je kan nog steeds een Tovenon sticker winnen. Want in de vorige vlog zijn er heel veel... heel veel stickers verdiend, zeg maar. Ja, er waren ontzettend veel reacties. De stickers waren niet aan te slepen. We hebben ze bij moeten... We hebben ze echt bij moeten drukken, Quincy. Nou ja. Jij hebt ook een sticker gewonnen, toch? Waar heb je hem geplakt? Ik heb zelfs gehoord dat er mensen zijn die stickers op Efteling-attracties hebben geplakt. Ik heb zelf de sticker op een televisie geplakt, want dan heb je elke dag Tovenon op tv. Nou, wat wil je nog meer? En wat nog meer? Je kan hem ook gewoon op je jas plakken natuurlijk. Of op de wc, dan heb je wat te zien terwijl je zit te poepen. Dat is hartstikke leuk toch? Maar ja, hoe dan ook, wil jij nog kans maken op een sticker? Wat moet je dan doen? Een vraag beantwoorden. Ja,
Ja. Dus hebben we weer een nieuwe vraag vandaag? De nieuwe vraag van vandaag is... Hoeveel kan ook de kop? Oh, en als je dat weet, ben je een toverstikker. Nou, dan zullen ze best blij mee zijn. Mensen, dit is de snelste dispatchtijd ooit. Tel maar. Zie je? Het is minder dan 1 minuut en nu al iedereen ingelaat. En zometeen bij start. Wij uitvliegen in de bocht. Wij gaan de social uitvliegen. Uitvliegen in de bocht, dat vertaalt natuurlijk nooit. Nou mensen, we staan bij de Telecom. En Telecom heeft een storing. Tenminste, ik denk niet dat Telecom zelf een storing heeft. Zijn telefoon heeft ook storing. En zijn telefoon heeft ook storing. Maar we gaan even kijken, want nu gaan we ze als goed is vrijgeven. Maar dat was iets met vuur, denk ik. Maar we gaan het zien. Oh, ja. Oh, wat dan? Wat erg zonder muziek. Dat kan ik echt niet aan. Moet je dat geluid zo eens horen, joh? Nou, we gaan dat meemaken hoor. Niet praten hoor, heel stil zijn. Twee, drie, vier en nu nummer 5. Jaurr! Ja, dat was de extra loop. Echt leuk. Nooit. Dat was. Ja, zonder muziek is er echt niks aan. Nou, voor mij doet hij het weer. Ja mensen, als jullie kunnen zien, zijn ze het vuur... Ja, kijk, ze het vuur aan het testen. Want die blijft elke keer aanstaan. Ik denk dat dat het probleem is. Ik wil maar even zo filmen als hij het weer doet. Ik wil er wel graag in. Toch, Erwin? Ja, ik wil er echt in. Kevin is trouwens richting Black Mamba, want hij heeft 3 kaarsen om voor te lopen piepen. Oh, want hij heeft al moment en wij niet. Ja, dus wij moeten wachten. Hij mag lekker vol piepen en wij staan hier. Precies. We mogen ook niet weg, hè. We mogen niet weg, want de telefoon is dood. Ja, nee, maar ik vind het interessant om hier even te kijken ook. We gaan zo even eten en dan, kijk, hij zit er zo meteen daarin. Ik kan hem niet filmen, maar ja. Hoe leuk is dat, hè? Ja, die is echt leuk, daar gaan we zo in, hè. Daar maar gaan wij ook. Het staat 3000 jaar. Dan gaan we gewoon een uur wachten om nee. Ja, vind ik niet zo erg, maar dan moeten we even eerst gegeten hebben. Ja, dat is beter. Eerst eten en dan in dat ding. Kort, tenminste, alles te willen. Ja, precies. Dan heb je weer honger, daarna komt het helemaal mooi uit. Hij is dicht, mensen. De medewerkers komen. Dit is wel echt gewoon, deze was er sowieso in mijn top 3 van Fantasialand. En wat denk je? Heb die storing. Daar baal ik van en Quincy baalt ervan. Ja. Dat is ook jouw fappapparaat. Ja, en het komt door mij dat het jouw fappapparaat is geworden. Ja, daarom. Maar want jij durfde er nooit in. Ik ga wat vertellen. Het vuur doet het niet. Tenminste, het vuur doet het wel. Blijft gewoon aanstaan. Draai dan gewoon zonder vuur. Hun twee hebben geen abonnement op Fantasialand, Erwin en Quincy. Maar ik wel. En wat kan je doen met een Fantasialand abonnement? 3 keer. Voorkruipen. Dus ik ben even in de Black Mamba geweest hierachter. Quincy, zullen wij gewoon met z'n tweeën naar huis rijden? Wat? We gaan met z'n tweeën naar huis. Dan blijf ik hier wel. Ik denk daar het raampje zit jij onder de voet. En dan vragen jullie misschien af. Nee, dat vragen jullie niet af. We gaan eten. Heerlijk lekker cacao. Vragen jullie er misschien nu wel af, waar is Erwin nou? Nou, Erwin wil de noedels eten. Zo, wat wil ze? Ja, een beetje wel. Erwin wilde noedels eten en wij wilden geen noedels. Dus en er stond een heel lang rij bij noedels. Hartstikke druk in het park ondertussen. Overal staat nu ongeveer een uur. Dat is echt bizar. Chrissy? We hebben geconcentreerd bezig met eten. 1 hour later. Hey Erwin! Hey, je bent weer terug, hoe waren de noedels?
Nou, de noedels waren echt heerlijk. Noedels met groente lumpia's en Coca-Cola. Je was het anderhalf uur wachten echt wel waard. Je kan gewoon 5 euro pinnen hier. Ja, Erwin. Quincy heeft eindelijk geld. Nee, hè? Hij is eindelijk de jongste buschauffeur van Nederland en heeft hij nog geen geld. Oh. Erwin, je kan hier naar Fly kijken, wist je dat? Ja, kijk maar. Oh. Wow. Snitcheren. Ze hebben het. Ze hebben er een muur boven gebouwd. Nu zien we niks meer. Kunnen we niks meer. Nou, nu we toch al anderhalf uur in de rij hebben gestaan voor de toiletten en het eten, gaan we nu anderhalf. Twee kukkelijs is duurder geworden. Waar is Rotte Guts? €2,20. Nee, ik ben heel boos nu, hè? Waar is Rotte Guts? Nou, nee, ik ga het even uitleggen, mensen. De ijs. Het ijs is duurder geworden hier in Fantasieland. Het was altijd €1,50 voor één bolletje, €2 voor twee bolletjes. En nu is het €1,60 voor één bolletje en €2,20 voor twee bolletjes. Hoezo wordt alles duurder in het leven? Nou, in elk geval, dat is dus de grote shockmoment. En wat wilt Quincy bestellen? Ik wil Rutte Grutsen, maar er is geen Rutte Grutsen. Nou, Erwin staat in de rij voor de toiletten. Erwin staat in de rij voor de toiletten en het is juist zo leuk om hier met Erwin te bestellen. Want Erwin die is heel goed in dingen bestellen. Heel goed in broodje egg. Hallo. Nu broodje ei. Erwin, waarom hebben we nou geen citroenen besteld? Nou, ik zeg zo hallo vrouw, maar het was geen vrouw, het was een man. En toen kon ik naar mijn ijsje fluiten. Ik kan ook fluiten, ik kan ook fluiten naar mijn Rutte Grutsen, want er is geen Rutte Grutsen meer. Nee. Maar wel citroenenijs, dus ik ben weer blij. Nou, ik bestel straks zeker nog citroeneis, want een dagje Fantasialand zonder citroeneis is geen dagje Fantasialand. En zo is het. Hij zit best wel ver naar achter. Ja, dat kan ik ook wel. Zo, so, met Erwin er ook bij, Erwin heeft er. Ja, ik ga er ook in. Oh,
Hallo vrouw. Bitte eine Zitrone. Ohne Zitrone. Drei Kuben. Ja. Einmal drei Küger. Okay. Auf zwei. Auch gut. Wie viel kostet das? 3,30 €. Oh, zwei Küger dann. Ja? Zwei Küger. Ohne Zitrone. Okay. Ja? Gut. Ja. Danke für das schnelle Service. Hallo. Hallo. Eine Zitrone, Eis, ohne Zitrone. Ja, du doch mal eine Zitrone. Und ein Walnuss-Karamell. Oh. Auf selber? Auch eine Zitrone? Nein, zwei. Zwei Küger. Ja. Ein Eis. Ah, okay. Ja, danke sehr. Okay. Hij zegt, kijk bij IJsje. Oh, Erwin. Kijk, alle stukjes, al wat zand op zijn in beeld. Oh, met Erwin. Oh mijn god, ik wilde gewoon een heel simpel shotje doen. Ik krijg de beste shot van de hele dag. Jongens, ik kan niet meer. Ik heb nog zwart aan jou gelachen, Erwin. Ik heb vaak om je gelachen, maar dit is echt poepen. Dit was echt poepen. Ik is helemaal buikpijn. Ik kan niet meer. Die mensen kijken je ook allemaal aan, Erwin. Iedereen kijkt me nog aan ook. En ik wil dat zand eraf hebben ook. Oh, heeft iemand zijn petje? Oh, Erwin, wat heb je nou gedaan? Nou, daarvoor moet je toch echt in de citronenvlog gaan kijken. Want ja, het was heel erg grappig. Ik kan het gewoon niet. Ik kan het niet uitleggen. Je moet het zien. Ik zou zien dat Erwin wou een shot maken van zijn ijsje. Ik wou gewoon een citroen maken. Helemaal blij. Ik heb een lekker citroen met zijn ijsje op de grond. Dat ijsje plut zo op de grond. Oh jongens. Stop alsjeblieft. Ik kan niet meer, Erwin. Ik kan echt niet meer met jou. Oh, op naar River Quest. En weet je wat het erg is? Hier de schade. Ik hou niet eens van citroenijs. Zit alles goed? Die al verbrilt. Hij heeft een bril. Oké. Even serieus. Even geduld, we zijn nog bezig. Hoe dat dan? Ja, dus. Weet je wat het erge is? Ik hou niet eens van citroenijs. Heb je die? Dat wilde ik gewoon hebben. Is lekker, Erwin. Oh jongens, ik hou helemaal niet van citroenijs eigenlijk. Dat is het erge. Die hele citroenvlog, ik snap het niet. Want ik vind het verschrikkelijk zuur. Jongens, ik heb nog nooit zo in de lach geschoten, joh. Ik ben echt net zo knock-out gegaan van lachen. Ja, op naar River Quest. Ja. Erwin, de clue is gewoon ontstaan vandaag.
Het citroenijsje is op de grond gevallen. Nou, het is heel erg. Ik wilde dus even gewoon een klein bumpertje opnemen met het citroenijs. Vandaag gaat mijn hele vlog ook over. Wat denk je? Kevin die gaat, zet de camera aan en mijn ijs pleurt op de grond. Dat was niet de bedoeling. Op zijn kop. Maar we lagen echt zo in het deuk. Maar Quincy, ik heb nog nooit zo hard gelachen. Nou, ik heb ook. En allemaal live in beeld. Hoe krijg je dat voor elkaar, jongen? Dat ik dat ijs gewoon op de grond pleur. Citroneneis. Ik ben er gek op. Ik ben zo dol op citroneneis. Ga weer in. Zullen we hier ingaan? Ja, zullen we hier ingaan? Echt leuk. Fly. Dus even wennen dat al die schuttingen weg zijn. Maar hij gaat nooit meer open. Best wel mij opvalt aan die nieuwe muur, zeg maar. Nou, de schuttingen zijn weg. En het valt me heel erg op dat het past zo goed hier in het nieuwe gebied. Of nieuwe gebied, in het oude woestijn. Dat je denkt dat het nog voor jaren zo staat. Of ben ik de enige die zo denkt? Nou, dat zei ik net. Oh. Ja. Oh, moet in de vlog natuurlijk. Ja, ik vind het echt wel... Het is druk bij de Windjas Vera Force. Jongens, ik heb nog nooit zo ver in de rij gestaan. Wacht even, heb Quincy. Je Night Vision? Je bent een beetje donker. Ik zet even Night Vision aan. Kijk, geef me nou zie ik je wel. Zo, die eyeliner. Kijk hè. Kijk, als ik je uitzet, dan zie je jou niet. En nou zie je wel. Doe, wacht, ik wil even zien. Wauw, dit is echt very pretty. Mijn ogen zijn heel mooi. Ik kom heel mooi in dit licht. Oh. Nou mensen, ik heb een kleine sneak review of een tip die ik jullie kan geven voor komend jaar. En dat is dit. Kijk. Ja, wat zou dat nou zijn? Hè? Mensen, ik ben nog steeds, echt waar, nat gewoon van de River Quest. Hebben jullie niet gezien? Maar we waren echt zijfysiek nat. Zijfysiek nat. En we hebben ook gewoon een capuchon op, want ons haar zit ook gewoon niet meer. Oh, staat hier trouwens een medewerker dat er komt even mensen dat er ook zijn, dat mag hij. Dat vind ik heel goed. Maar hij doet dan via een poort of je zegt, oh, is iemand roken? En dan bam, gelijk de onderloop aan. Hè? Maar kijk mensen, ze hebben dus de wachtrij iets aangepast. We staan nu zeg maar over kappingen. En dat is veel beter, want in de zomer sta je dood te koken. Nou, sta ik daar nog? Ja. Het is dus min 30. Echt jongen, ik weet niet of je het gevoel kent als je hier nat bent en dan gaat schuren, weet je wel. Ja, dat is echt heel k***. Dat is heel k***. Ik heb het ook. Ja. Maar niet alleen vandaag, maar gisteren. Het is dan nou al ongeveer een kwartiertje te wachten. Als je ziet hoe jullie lens zo bewegen waar je heen gaat. Och, wat gaaf. Toonfugel Entertainment. Hallo met Facebook Toon van Facebook de Cats en de Mini Efteling. Goedemiddag. Oké, mensen. Goddelaars. We zijn in de Taron geweest. Ja, niet in de Taron, dan verdomme. Hij wil met zijn taart. Hij wilde nog een keer in de Talokan. Ja, ik pas. Ja, want ik wou nog even gefilmd worden, dat is leuk. Ja, hij wilde maar per se. Het was heel kort op tijd en ik kon hem net niet in. Eén persoon. Ja. En toen ben ik maar gaan rennen aan de ingang van Taron en Erin ook. En dan ben ik net gehaald. Net zei je wat? Ja. Oh, Taron. Sorry, ik wil even wat zeggen. Ik had echt een hartverzakking in dat ding. We zaten rij 5, hè Erwin? We zaten rij 5. Ja, we zaten in rij 5. En wat gebeurt er? Ja, ze waarschuwen wel van tevoren, maar ik had dus mijn telefoon heb ik hier in mijn zak zitten. Nou, zoals jullie weten, ik heb een open zak. Ik weet niet of ik het kan laten zien, zo. Open zak. En mijn telefoon zit hier dus gewoon ingeschoven. Nou, maar gelukkig had ik mijn jas dicht. Wat gebeurt er? We hadden een soort van airtime-heuvel of iets, weet ik van wat geval. En die is blijkbaar zo heftig, dat die telefoon dus van het hier naar hier schoof. Dat voelde ik wegglijden en ik deed gelijk zo uit reflex, weet je wel. Ja. Dus ik had mijn telefoon hier zo onder mijn jas vast. Heel het ritje. Met een hartverzakking zo was van, helemaal in paniek. Ik was helemaal in paniek. Ik hoorde het. Ik was helemaal in paniek. Denk, oh my god, voor hetzelfde geld was hij eruit gevlogen. Gewoon de telefoon weg. Ja, en dan hadden we naar huis moeten. Hadden we niet naar huis gekund en dan had ik geen telefoon meer gehad, Wizzy. Ah. Dat is het erger nog. Oh. Maar ik kan altijd niet meer thuiskomen, dat maakt niet uit. Maar dat liep ik uit. Ja. Yeah. Hey Quincy, waar wilde je nog zo graag mee op de foto? Ik wil een foto met Talokan, maar nou dicht. Is closed. Aanvaardig. Jammer voor je. Zo, dat was het weer, het dagje Fantasieland. Oh, foto man. Deze zal denken andere kwaliteiten staan buiten. En mijn ding was leeg of was vol. SD-kaart. Zo, en daar staan we weer. Naast de auto van Quincy. Hi.
oude bakkie van hem. Dat gele kapitein buschauffeur karretje. Nee, maar hij zo word je tegenwoordig genoemd, hè, Quincy. Fantastisch leuke dag weer gehad hier even thuis. We staan hier voor Hotel Matamba. En misschien gaan we daar ook nog wel een keertje slapen. Morgen. Mag ik mee? Ja, jij mag mee, Erwin. Jij wel. Nee, maar dat wilden we wel een keertje doen. En ik ben hier binnenkort weer terug, want ik heb, als het goed is, in mei, als dat doorgaat, heb ik exclusive ride time om Taron. En in de zomer ook er ook nog iets leuks hier in Fantasieland. Maar dat zien jullie weer deze komende zomer. Nou, thanks for watching. See you later. Was leuk, hè? Nooit meer. Nou, Quincy, ik heb alweer genoeg van jou gezien. Doei! Okay.